Het is wel genoeg zo. Een meerderheid van de Zeeuwen willen niet nog meer vakantiehuisjes. Niet bespreekbaar voor ons. Wij hebben zelf een camper en we houden van kamperen. En ik denk dat dat toch de meest ideale manier van vakantie houden is op dit moment. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Voorwaardelijke straf voor uit de hand gelopen tractatie. En het zit er bijna op voor Joba van den Berg. Goedenavond. Zet een rem op het aantal recreatiewoningen in Zeeland. Dat zegt ruim 60% van de ondervraagde Zeeuwen in de enquête die is uitgezet voor het debat van het Zuiden. In onder meer een opdracht van Omroep Zeeland. Niet alleen uitbreidingen van bungalowparken, maar ook het omzetten van campingplaatsen naar chaletplaatsen vindt een aantal bewoners van onze provincie inmiddels meer dan genoeg. Op het ogenblik is 1 op de 11 woningen in Zeeland een vakantiewoning. Hier op Noord-Beveland is dat zelfs 1 op 3. Voor een groot gedeelte van de Zeeuwen is wat dat betreft de max eigenlijk wel bereikt. Ik vind wel dat ze op moeten gaan passen dat het niet al te vol gebouwd wordt met al die vakantieresorts en parken in Zeeland. Natuur geeft natuurlijk ook wel een stuk van Zeeland. En als we dat allemaal weghalen, is het op het duur alleen maar stad. En dan, ja, ik vind het wel zonde. Ja, ik geloof wel dat er op een gegeven moment wel genoeg is. Dat wel. In een enquête die onlangs onder ruim 400 Zeeuwen werd gehouden, sprak 62% zich uit tegen nog meer recreatiewoningen in Zeeland. Het kenniscentrum Kusttoerisme vroeg vorig jaar al aan duizenden Zeeuwen hoe zij naar het blijven groeien van het toerisme kijken. En daar zie je toch echt wel een beeld dat steeds meer Zeeuwen zeggen van goh, de grens komt in beeld. Onderdeel van de groeiende ontevredenheid is het toenemende aantal recreatiewoningen. Naast bestaande grote parken zijn er ook campings die toestemming krijgen om de tenten en staakcaravans in te ruilen voor chalets. Zoals hier in Ierseke, waar 70 van die chalets moeten komen. Ja, we hebben als gemeente gewoon gekeken wat zou een goede invulling daar zijn. En er is gewoon een initiatiefnemer met een goed plan gekomen. Waarvan wij als college hebben gezegd, daar kunnen we onze medewerking wel aan verlenen. Dat er steeds nieuwe recreatiewoningen gebouwd blijven worden, lijkt niet echt logisch als het gaat om de vraag naar dergelijke overnachtingen. Als we kijken naar de cijfers van 2023 die er tot nu toe zijn, dan zien we dat met name de verhuur van vakantiewoningen en chalets, dat een beetje minder hard groeit en sterker nog in de zomer zelfs wat gedaald is. Dan resteert de vraag welke motivatie er is om nog meer van die recreatiewoningen te bouwen. Afgelopen jaren was er sprake van lage rentes, waardoor het spaargeld op de bank niet zoveel opleverde. Mensen waren op zoek naar manieren om hun geld te laten renderen, gingen beleggen. En het kopen van een vakantiewoning was daarvoor een van de grote drijfveren achter het bouwen van vakantieparken. Hoewel dus de vraag naar overnachtingen in huisjes enigszins stagneert, vindt Diana Korteweg-Maris dat simpelweg een Zeelandbrede rem op de recreatiewoningen te ver gaat. Ik kan me voorstellen dat op heel specifieke plekken er reden is dat je zegt van goh, hier kunnen we nog wel wat ontwikkelen. Heel beperkt, maar op Zeeuwse schaal zijn er meer dan voldoende vakantiewoningen. In dorpen als Ierseke is het upgraden van een camping een impuls voor de omgeving. En dat kan een gemeente over de streep halen om mee te werken aan zo'n plan. En dit is een plan, hebben we als college geoordeeld, wat in ieder geval echt wel een kwaliteitsslag geeft. En waar ook heel Ierseke van kan profiteren. Op straat lijkt het wegvallen van campingplaatsen geen succes. Vind ik niet goed. Dat is natuurlijk voor de mensen die er heel lang zitten, is dat best wel heftig. Ja. Absoluut niet bespreekbaar voor ons. Wij hebben zelf een camper en we houden van kamperen. De kampeerders, die moeten ook een kans hebben en blijven houden. We zijn over het algemeen blij en tevreden met wat het toerisme brengt in Zeeland. Maar nu dit gepaard gaat met het steeds meer bouwen van recreatiewoningen en dat dit bijvoorbeeld ten koste gaat van campingplaatsen, valt bij een grote groep Zeeuwen niet meer zo lekker. Een tractatie met een knipoog. Dat was het idee van een 29-jarige vrouw uit Vlissingen toen ze een spacecake bakte en die meenam naar de afscheidsborrel van haar werk bij een hotel. Maar de grap pakte zo verkeerd uit dat ze vandaag voor de rechtbank moest verschijnen. Het Openbaar Ministerie vindt dat er sprake is van mishandeling. Meerdere collega's werden namelijk ziek na het eten van de cake. Volgens het OM nam de vrouw willens en wetens het risico dat het eten van de spacecake nare bijwerking kon hebben. De officier van justitie eiste daarom een werkstraf van 60 uur. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, Mercy, het is toch best wel een heel opmerkelijke zaak. Ja, dat kun je wel zeggen. Meestal gaan we naar zware strafzaken, een moord, iets met cocaïnesmokkel. Dit is toch wel van een hele andere orde.
Maar het is wel misschien een zaak waarvan sommige mensen denken, nou, in een onbezonnen bui zou dat mij ook kunnen overkomen. Ja, zeker. En nu was vandaag dus de zitting. De vrouw was er zelf ook bij aanwezig. Wat had ze te vertellen? Ja, ze vertelde dus dat ze een afscheidsborrel had met haar collega's. En ze had thuis een brownie gebakken met 3 gram wiet daarin. Nou, dat vond ze wel een grappige actie. Ze had wel gezegd, ga dat niet op je werk opeten, maar neem een plakje mee naar huis. Maar dat had niet alle collega's bereikt, dat bericht. Dus ja, die spacecake lag in de keuken en 5 collega's hebben daar toch een stukje van genomen. En 2 werden daar dus heel erg ziek van. Eentje lag in zijn eigen braaksel in het washok en hij kon niet meer naar huis en moest overnachten in het hotel. En een andere collega moest zich de volgende dag ziek melden. Ja, nare gevolgen. Nu was het een zitting bij de politierechter, hè? Dus dat betekent dat gelijk een uitspraak wordt gedaan. Wat vond de rechter? Nou, die zag wel in dat de vrouw het echt niet zo bedoeld had. Ze had geen kwade bedoelingen, maar ja, ze vond het wel een stomme actie. Dus ze zei van, we leggen een voorwaardelijke straf op, een boete van €750... met een proeftijd van 1 jaar. Dus pas als ze nog een strafbaar pleegt komend jaar, moet ze die betalen. En ze moet wel €276 betalen aan de collega die ziek is geworden. Mussie Kamermans, dank je wel. De dorpsraden van Kloosterzande en Walsoorde willen dat 2 voormalige sectorlichten in hun buurt niet verdwijnen. De lichten hebben geen nautische functie meer vanwege het gebruik van radar door de scheepvaart. En daarom wil Rijkswaterstaat er vanaf. Bewoners en de dorpsraden hebben bezwaar ingediend tegen de sloop. Ze passen volgens hen heel goed bij de streek waar ze staan. Deze streek wil per se haar verhaal vertellen. Het verhaal van de polder en van de Schelde. En in dat verhaal horen dit soort constructies ook thuis. Met nog ruim 2 weken tot de verkiezingen komt het einde van het Kamerlidmaatschap van Joba van den Berg uit Goes steeds meer in zicht. Na 6 jaar voor het CDA in de Tweede Kamer vindt ze het welletjes en maakt ze plaats voor een nieuwe generatie partijgenoten. Bijna 2400 dagen was Joba van den Berg Tweede Kamerlid. Door de val van het kabinet moest ze de beslissing om te stoppen eerder maken dan verwacht. Ik ben intussen 65 en er loopt heel veel jong talent in het CDA. En ik vind dat ik daarvoor ook ruimte moet maken. Dus vandaar dat ik heb gezegd, ik wil heel graag lijstduwer zijn, maar niet meer op een verkiesbare plaats. Met plaats 35 van de 49 op de kieslijst van het CDA is ze een blij mens. Het naderende afscheid gaat haar dan ook niet in de koude kleren zitten. Je ontmoet zoveel verschillende mensen en je komt op zoveel verschillende plekken. Nou ja, dat vind ik echt enorm mooi aan deze baan. En ook dat je mag werken voor het publieke belang. Maar wat doe ik nu als wetgever, als volksvertegenwoordiger, als controleur van de regering? Wat goed is voor al die 18 miljoen mensen en niet alleen voor een bepaalde groep. De afgelopen jaren heeft Joba van den Berg zich succesvol hard gemaakt om de 3 B's op de kaart te zetten. De zorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Omdat dat ook de punten zijn die ik, juist als ik in het land, ik heb heel veel werkbezoeken afgelegd, dat dit ook de punten zijn waar mensen zich druk om maken als ze denken aan de zorg. Dus daarom vind ik dat ook heel belangrijk dat die nu op de agenda staan. Maar er zijn ook punten waar Joba van den Berg van baalt. Doelen die niet bereikt zijn. Dat de ICT in de zorg, de gegevensuitwisseling, de databeschikbaarheid. Het zou de zorg zo enorm helpen als dat beter georganiseerd zou zijn. En dan is het belangrijk om dat punt telkens weer te herhalen. Dat had ik echt al heel veel liever, veel sneller en veel verder gezien. En het tweede punt is in het algemeen dat het hier in een slakkengangtempo gaat. De aanstaande verkiezingen beloven voor de partij niet veel goeds met 4 voorspelde zetels. Nou, ik vind het natuurlijk jammer dat die peilingen zo zijn. En ik ben een hoopvol mens. En we hebben natuurlijk vaker gezien bij peilingen, ook bij andere partijen, dat ze bij spreken op 6 zetels stonden en dan de ene keer 15 zetels gingen krijgen. Na haar hele leven minimaal 60 uur per week gewerkt te hebben, wordt het wennen. Maar daarover maakt ze zich geen zorgen. En mijn man heeft me in ieder geval aan gecommitteerd. Zeg maar, dan moet het wel iets beter weer worden. Gaan we niet in de winter doen dat we een stuk van het Pelgrimspad gaan wandelen. Wij doen graag lange afstand wandelen. En we hebben vroeger ook wel samen lessen genomen voor stijldansen. Dus nou, dat zijn misschien 2 dingen die we samen kunnen oppakken. En voor de rest hopen we gewoon allebei dat we, mijn man zit al ergens ook in een bestuur, dat we ons een beetje nuttig kunnen maken voor de samenleving. En wat nu nog rest in Politiek Den Haag is het inpakken van haar spullen.
Zon en wolken wisselden elkaar af vandaag. En dat ging zo nu dan ook gepaard met regen. Het werd maximaal 12 graden. En heb je de afgelopen nacht het noorderlicht gemist? Met een beetje mazzel is het vanavond en vannacht opnieuw te zien. Er zijn namelijk opklaringen voorspeld. Morgen verloopt vergelijkbaar met vandaag met af en toe een bui en ook af en toe zon. Ja, af en toe. Dat geldt gelukkig niet voor onze site en de app, want die is gewoon altijd bereikbaar voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dit was Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.